gisteravond Go Ahead Eagles op bezoek. En dat liep niet goed af voor de Veendammers. Het werd maar liefst 5-2 voor de bezoekers. Niets leek een vlotte competitiestart voor Veendam in de weg te staan. Een perfecte grasmat, ruim 4000 toeschouwers op de lange leegte. Maar het was al snel duidelijk dat de Go Eagles niet wilden meewerken aan een Veendams feestje. Veendam gehavend, geen prinsen, geen pander. En dus moest er gesleuteld worden in de basiself van Martin Koopman. Iets wat het spel niet ten goede kwam. Na 16 minuten spelen is dit de eerste treffer van de wedstrijd. Hans van Arem kan simpel voor Roy Hendriksen komen. Hij tekent de 0-1 aan. Veendam kwetsbaar achterin. Roy Hendriksen was gelegenheidsaanvoerder. Moest leiding geven aan de defensie, maar had het veel te druk met zichzelf. En kijk eens wat een uithaal van Resiet Schuurman. 2-0 voor Go Ahead Eagles. Wat kon Veendam terug doen? Patrick Hobbelen. Actie door het midden. Hobbelen met het schot op de lat. Gelegenheidslinksback Patrick Hobbelen liet een prima indruk achter. Was een van de weinige spelers die het hoofd boven water wist te houden. 3-0 voor Go Ahead Eagles dan alweer. De paas van achteruit was van Kooijman, het doelpunt van Hubert Dijk. En ook na de rust gaat Go Ahead Eagles door. Opnieuw bij de eerste paal Hans van Arem. Hendriksen te laat. En dan is het al 4-0. En gelukkig voor de thuisploeg is er dan één man die opstaat. En dat is iemand Zwetskov. Komt prima voor Peter van der Kwaak. En dan is het 4-1. En gloort er zowaar wat hoop aan de lange leegte. 1 minuut later dan. Opnieuw Zwetskov. Kapt eerst Wiggers uit. Dan ook Kooijman. En laat dan ook van der Kwaak kansloos. 4-2. Zou het dan toch? Het publiek gaat er goed voor zitten. Vrije trap voor Veendam. Zwetskov bemoeit zich daarmee. Misschien met zijn derde. De redding is van der Kwaak. Wellicht in herkansing dan alsnog de mogelijkheid voor Veendam. Bal voor de voeten van Oosting. Maar daar moet je wat geluk bij hebben. Het offensiefje van Veendam was al met al te mager. Het verleidde Koopman tot de uitspraak na afloop dat zijn ploeg een moordenaar mist. Iemand met een over mijn lijk mentaliteit. En dat is een wrange constatering al zo vroeg in het seizoen. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Het hinkenpinken is van McAndrew. Waardoor Go Ahead Eagles in staat kan worden gesteld om de eindstand op 5-2 te kunnen brengen. Het doelpunt is van Resiet Schuurman. En Veendam moet volgende week naar Emmen. En dan blijkt of deze nederlaag tegen Go Ahead Eagles een incident was. Een kansloze nederlaag dus voor Veendam. Martin Koopman, de nieuwe trainer, was geschrokken van de verrichtering van zijn pupillen. Jawel, je schrikt natuurlijk wel wat je hebt gezien, zeker de eerste helft, hoe we ons gepresenteerd hebben. En met name dus bij balverlies, dus wat daar gaat, is dat absoluut niet goed geweest. Los daarvan, geen bezieling, geen tempo, geen agressiviteit, helemaal niets. Nee, je kunt er van alles in gooien en wat daar gaat, zijn we op alle fronten de eerste helft weggespeeld. En je zult dus ook moeten voetballen bij balverlies. En als we dat niet doen en we willen alleen maar leuk voetballen, ja, dan doen we dat niet goed natuurlijk. Wie kun je dat aanrekenen? Maar dat heeft te maken niet alleen met de verdedigers, ook met de voorste mensen. Het is een collectief en het collectief heeft gefaald bij balverlies en ja, dat is heel vervelend. Wat zeg je dan in hemelsnaam de rust? Ja, je moet denk ik toch rustig blijven in de zin van je kunt ze allemaal helemaal kapot maken, maar dat is niet de intentie van mij. Ze weten in ieder geval wat ze beter moeten doen en dat geef ik ook aan. En, dus wat dan gaat, moet je niet rare dingen gaan doen. Wat heeft de wedstrijd nou geleerd? Nou, geleerd dat we dus niet alleen leuk kunnen voetballen, maar dat we dus ook andere dingen moeten doen. En dat is bij balverlies in ieder geval wat slimmer verdedigen en dat hebben we vanavond helemaal vergeten. Krijgen we nu een praatsessie? Ja, maar dat doen we de hele week en dat zal morgen een nabespreking zijn, zoals gebruikelijk. En dat is verzorgen, uitlopen en maandag pakken we de draad weer op.